Iedereen was er. De trainer, de spelers, de cheerleaders, de bobo's en natuurlijk heel veel fans. De opendag van Hansevast Capitals was weer een groot succes. Meer dan 2500 bezoekers namen afgelopen zaterdag een kijkje in de vernieuwde Martini Plaza. Vernieuwd, want de hal is uitgebreid met een nieuwe tribune en een nieuwe business room. De nieuwe tribune werd om 5:30 officieel geopend. Deze vervangt een oude tribune met houten banken en heeft 2 keer zoveel capaciteit. Na de opening kwamen de spelers 1 voor 1 de trap af en werden ze welkom geheten door het enthousiaste publiek. Een van de redenen waarom ik het hier al 4 jaar uithoud is het publiek. Ik wil een applaus geven. Na de spelerspresentatie was de vloer voor de kinderen. Terwijl zij op handtekeningen van hun nieuwe helden joegen, werd boven de nieuwe businessruimte feestelijk in gebruik genomen. Het bijzondere aan deze nieuwe ruimte is dat het basketbal er de hele wedstrijd gevolgd kan worden. Martini Plaza-directeur Hans van der Zee is trots op de nieuwe voorzieningen. Dit is niet een simpele business room met bloemetjes behangen en weet ik veel. Nee, dit is een mooie, coole, snelle ruimte die past bij basketbal. Ja, het is net een skybox, hè? Ja, nou, ik denk dat heel wat skyboxen mochten willen dat ze zo'n uitstraling hadden. Maar het heeft er wel wat van, je hebt ook het zicht op het veld. Ja, dat bedoel ik ook. Ja, dus het leuke van deze skybox is dat er 700 mensen in kunnen. Dus wie wil, die kan tijdens de wedstrijd hier blijven en op het veld kijken. En voor de gewone seizoenkaarthouder is er natuurlijk altijd nog de nieuwe tribune. Zit die lekker? Ja hoor. Ja, beter dan jouw houten bankjes. Ja, hartstikke goed. Kan je het allemaal goed zien? Ja, perfect hier dus. Zit ook heel lekker. En wat vinden jullie van de open dag? Ja, het is leuk. Het is ook leuk voor de kinderen vooral. Ja, is dat zo? Ja. Wat heb jij vandaag allemaal gedaan? Gebasketbald. Handtekeningen. Ja, dat was het. Dan ga je vaak naar de wedstrijd? Het seizoenkaart dus natuurlijk altijd. Na de activiteiten voor de jeugd, zoals je laten omschminken tot een basketbal, werd de open dag afgesloten met een oefenwedstrijd. De Capitals wonnen met moeite van Allianz Schwanz-Munden, 62-60. Tom Boot is zijn team nog druk aan het smeden en kneden. Aanstaande donderdag begint de competitie weer voor Hansevast Capitals, thuis tegen Rotterdam.